Hallo, eindelijk mijn eerste vlog. Ik heb het beloofd, dus vandaag ga ik jullie meenemen. En het is vandaag donderdag, het is hemelvaart als ik dit opneem. Ik heb geslapen, want ik was vrij en mijn kamer opgeruimd en schoongemaakt. En vanmiddag ga ik lekker naar de stad samen met Sharon, van Looks by Sharon. Dus ik ga nog heel veel wat eten en dan ga ik me klaarmaken voor naar de stad. Ik heb mijn sloffen nog aan. En ik ga eens kijken wat een leuk shirt ik aan heb. Een mopshond. Ik vind hem super leuk. Hij komt vandaan hem. Ik heb hem alweer even. Ik heb hem toen in Hilversum gekocht. Maar ik ga jullie dus vandaag meenemen. Dus let's go. Ik loop nu naar de stad. Het is nu 2:50 ongeveer. Sharon is er waarschijnlijk iets eerder dan mij al. Maar ik ben lopend gegaan, want ik dacht dat is een keer wat gezonder dan met de bus. Maar ik heb een sjaal om. Het is eigenlijk nu nog veel te warm. En Sharon die appt mij de hele tijd dat het juist zo koud is. Dus nou ja, misschien komt het omdat ik flink aan het doorlopen ben. Omdat ik het lullig vind als Sharon op mij moet wachten. Maar we zijn er dus bijna, dus ik zie jullie zometeen weer. Hoi, wij zijn net thuis. Of nou ja, net. Hoe lang zijn we eigenlijk we al zijn al thuis? Heel lang thuis. Het is nu 9:15. Oh. En we hadden 3 uur hadden we al afgesproken. Ja, en we zijn maar echt 2 uurtjes of zo in de stad geweest. Want het was super druk. Vooral Primark. Was ja, echt Primark was niet normaal. We mochten niet eens... Ik ben hier altijd de camera kwijt. Heb je dat nooit? Ja, die zit ja, hier. Ja, kijk hierna. We mochten niet eens op de begaande grond. We moesten naar boven of naar de kelder. Dat ja. Was echt bizar. Muziek. Ja. En we zijn nu stokbrood aan het eten zonder soep, want die moeten we nog steeds eten. We zijn ja. Een prachtige film aan het kijken. Ja. De gelukkige huisvrouw. Wij gaan nog maar even de film afkijken. En dan gaan we zo meteen lekker wat eten. En dan, ja. Ik denk zo. Dan zien we wel wat we gaan doen. Ja. Dus misschien tot straks nog. Wordt er nou aan, klopt? Met haar, klopt. Oh. Dus kom, we moeten huppelen. We moeten huppelen. Ik wil niet huppelen. Ik wil heel graag huppelen. We gaan huppelen. En we zijn er al. Nou, we zijn al bij de bushalte. Sharon gaat weer naar huis. I'm going home. John, dan... Kijk, dit is gewoon good thinking, snap je? Oh ja. Nou. Dit werkt. Oh, ik zit ook echt niet in de camera te kijken de hele tijd. Ik ook niet. Kijk nou, naar in ieder geval, we zijn nu bij de bushalte. Dat is een nieuwe trend, hè? We gaan gewoon naar het scherm kijken. We gaan niet meer in de camera kijken, maar we kijken naar het scherm. Ja, nee, dat is vet irritant. Ja, dat is niet... Oh, het is nu... Hoe laat is het eigenlijk? Ik weet het niet. 11:45? Kijken? Volgens mij 11:45. Ja, bijna. Nog 2 minuten. Ja, dus hoe lang zijn we nou al zo oud? Vanaf 3 uur. Mag jij? Nee, laten jullie tellen. Jullie mogen tellen vandaag. Ja, vanaf 3 uur. Dus laat even in de comments achter hoe lang we dan al samen zijn. Ik heb een oplossing. Als ik nou hier ga staan, dan zijn we even groot. Nou, bijna. Oké. Okay. Leuk idee, maar gaat niet werken. Het gaat niet meer. We hebben een gelukkige huisvrouw afgekeken. En, niet gehaald. Niet gehuild. Nee, niet gehuild. En nee. 6000 delen. Hoe vaak hebben wij die op pauze gezet? Ik denk dat wij over een film van 1,5 uur ongeveer... 6 uur heb ik gedaan. Zoiets, ja. Ja, en dan gaan we zo meteen lekker slapen. Ja, ik moet even naar huis toe. Half uurtje. Eindelijk is een YouTuber die wel in de buurt woont, hè? Ja! Ja, dit is heel aantrekkelijk volgens mij, ja. Doe maar niet. doe maar niet dit. Ja. Prachtig. Oeh! Meid, niet op iPhone wel vallen. Nee, dan ligt hier ook nog een plas. Ja, en een blikje bier. Maar ja, Sharon die wil graag 10 minuten te vroeg bij de bus staan. En ik zal je even laten zien. Zeg maar, je hebt hier de bushalte en als je oversteekt, dan ben je bij mijn huis. Zo ver is lopen. Ik ben zo georganiseerd. Ja, want Sharon is heel erg georganiseerd. Heel soms. En die is bang dat ze de bus mist. Nou, Sharon, zeg nog wat voordat je weg bent. Jongens, ik hou van jullie. Ja, dan weten jullie het even. Fijne dag nog. Zout van jullie. Een heel fijn 2015. Zo, nou dat was in ieder geval een hele leuke dag vandaag. Ik ben nu lekker op de bank geploft. Ik heb net heel veel opgeruimd. En nu ga ik deze vlog bewerken. Zodat jullie deze vandaag, steeds morgen, kunnen zien. En ja, daarna ga ik lekker weer naar bed. Mijn make-up eraf halen, tanden poetsen en naar bed. Want morgen moet ik weer van 12 tot 6 werken. Dus ik hoop dat jullie mijn eerste vlog leuk vonden. Zo ja, geef dan even een blauw duimpje omhoog. En abonneer eventjes op mij, dat kan beneden. En dan zie ik jullie tot de volgende vlog. Doei doei!